Yo, kijkers van IMT, vandaag heb ik een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Helaas, ik deze missie precies moet halen. Ik heb mijn eigen tijd nog snel geprobeerd een paar keer. Maar het lukte me gewoon constant niet. Dus ik ga door naar de volgende. Naar Spookstad. Dus dat is lekker geestig, dus gaan we maar beginnen. Jongens. Dit zei ik niet. Ik zei deze. Oh, hier. Natuurlijk nieuw spel. Ah, oké, middelen laden. Dit gaat eventjes duren. Vooraf activeren gaat ook wel eventjes duren. Goed, dat is mooi. Mijn telefoon even op stil zetten. Als ik dat niet gedaan heb. Niet trillen. Stil. Klaar. Die gaan we ook niet meer horen. En weg met die telefoon. Oké. Daar gaan we. Bezoekers in het park 200. Ik heb er nu... 0 of zo. Minimale spanning 4. Oké, okay. Af te lossen lening. Bezoekers in het park 500 en minimale snelheid 93. Oké. Okay. Hebben wij iets? Ja, ruimte en een bus. Hier een beetje troep. But that's it. Oké, okay, laten we zo beginnen met een achtbaan. Ja, dan gaan we deze pakken. Maar even zo'n kleine achtbaan die minimaal 93 gaat. En spanning niveau 4 heeft. Daar ben ik ook zo blij. Zou met deze niet zo heel moeilijk moeten zijn. Nou, 93, dat zou op zich vrij eenvoudig te doen moeten zijn. Meteen doorgaan aan maximale hoogte. Even kijken, wat ga ik allemaal doen? Niet zo heel erg veel. Oké, okay, daar gaan we dan. Ah, ik kan niet zo recht naar beneden. Ah, dat is jammer. Spanning niveau 4. Nou, die gaan we sowieso wel halen. Een kurk trekt een halve looping. En dan moet hij wel goed zijn. Dan is het iets wat erop lijkt. Zo is dit. Hij is lekker, jongen. Gewoon zoiets. Dus ik moet gewoon een bepaalde snelheid gaan en that's it. En een bepaalde inspanning, spanningswaarde hebben. Nou, let's go. Zo, mooi plantje, mooi 2D. Daar gaan we dan. Het is een hele kleine achtbaan. Waar het best wel vrij hard gaat. Die bocht ziet er echt wel absurd uit, jongen. Holy shit. Oké, in ieder geval, we zijn boven. Dus het feestje kan beginnen. Yay, handen omhoog, jongens. Daar gaan we. 91 haalt die hoop zo wel. Dat moet echt geen probleem zijn. Snelheid. Haalt bijna 150, jongen. Holy shit. Misselijkheid. Spanning. Niveau 4. Nou, oké. Okay. Mag je wel snelheid hebben, hoezo? Staat dat? Nou, het zou ook wel hoog zijn, genoeg zijn. Ja, kijk dan. Ik heb hem. Wood. Nou, kleine wachtrij. Van een paar kleine dingetjes. Zo. Even, hier een connector. Daaraan. Hier, nog zo'n attractie neerplempen. Deze. Die. Zo. Allee, voilà. Hier nog wat neerplempen. Aan wachtrijen. 2,50 keer betere prijs.
Komt er op bezoekers? Bezoekers in het park. Oh, die komen via daar. Vinden hun uit meer van het park. Ik heb enorme dorst. Oh, druk mijn game weg. Nou, stop. Terug, game, terug. Niet YouTube. Rollercoaster. Goed zo, je hebt enorme dorst. En kijk, hij is spookachtige milkshake. Niet echt iets waar je zegt van... Wauw, dat lest mijn dorst. Zo. Zoiets. Zo. Hier nog een voerbakkraampje. Met kiep, 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 kiep. 50 cent. Wat 80 cent. Net zoals dit. Open. Dat is ook open, oké. Dus nog een kippen schoonmakertjes inhuren. Ga je meteen even opleiden, dat je wat sneller bent. Natuurlijk op zich ook wel enorm handig. Anders word jij ook niet heel erg goed en handig. Nou, even dat ding weghalen, want die gaat niet helemaal goed. Nou, misschien maakt er niet zoveel uit dan. Dan niet. Zucht. Oké, dat is 1. Schoonmaken. 2. Jij gaat dit hele pad doen. Als je helemaal van het padje af bent. Dit stukje erbij. Dat zou je op zich wat moeten kunnen. Doen we een tweede. Helemaal opleiden. En dat is een derde schoonmaker. Dan geven we ook een heel gebied. Doen wij hero. Hoppa. En misschien anderen nog een upgrade geven. Ik heb het nog helemaal vergeten. Kost 50. Kost 100. Dat is 150. Plus 200 is 350, jongen. Dat zijn doekoes. Oké, dan hebben we jou nog. Als jij een van de meeste gaat krijgen. Nou, valt op zich ook nog wel mee. Oké, ik krijg ook een opleiding. Dan mogen jullie nu het park gaan schoonmaken. Want daar heb ik jullie namelijk voor aangenomen. Aangevallen door een mail. Is echt wel een geld waard. Ik heb enorme dorst. Ja, dat heb ik af en toe ook wel eens. Oh god. Dag en nachtcyclus staat aan. Waarom zegt niemand dat even tegen mij? Daar heb ik een lichtje aangestoken. Een paar kliko's erbij. Oh, wacht, maar niet zeggen. Het is copyright in de tekst. Oké, doen we het daar. Doen we het zus. Doen we het zo. Hier nog een bakkie. Dan doen wij hier eens een bakkie neer. Hier eventjes. Donderen we hier een bakkie neer, daar een bakkie. En daar een bakkie. We hebben al 72 gasten. Holy shit, dat gaat hard. Heilige spettenpoep nog aan toe zeg. Toen even een grote schommel hier neerzetten. Want wie wil nou niet geschommeld worden? Zo'n lekkere stoel. Doen we dat zo. Maken we hier een intreetje. Waar mensen... naar binnen kunnen, dat is of dat testen natuurlijk. Het geld. Nou, ik vind 1 euro wel erg goedkoop, 2 euro. Zou licht nu echt nodig zijn? Yes or no? Gaan we nu achterkomen. Ja, misschien wel. Maar misschien ook wel niet.
Even kijken wat mensen denken. Meer attracties graag? Hallo zeg, hou even je klep dicht. Ik moet aan het plaatsen, ja? Ik ga een monsterleuke draaimolen plaatsen, jongen. Ah, het is echt monsterlijk. Bravo, je begint het helemaal voltooid. Twee achtbanen, een spanningswaarde minimaal 5. Oh. Dat zou wel te doen moeten zijn. En zo. Dan is dat dat. Dan is dat dat. Dan gaan we even een achtbaantje bouwen. Open. Denk een houten. Hierachter ergens. Nou, laat ik hem hier maar bouwen. Is wel goed genoeg. Zo, hier gaan we daar naartoe. Voor de snelheid hoef ik denk ik niet te doen. Nee, het gaat echt omdat hij spannend genoeg is. Iets van een kleine looping erin of zo. Dat helpt ook al heel vaak goed. Dit ding is 22 meter. Dat is niet zo handig. Laten we even iets hoger bouwen. De attractionen. Wat er wel mee. Je hebt niet voldoende geld. Maar wie zit mijn game dan ook op pauze? Pot voor 3 dubbeltjes. Oh ja, tuurlijk. Sta ik weer verder in het rood. Oh, kom maar. De lening voor 5000 was 11,9% per jaar. Dat is een absurd hoge lening. Holy shit. Dat is echt niet normaal, jongen. Als je zo'n lening hebt, moet je afvragen of je wel een goede lening afgesloten hebt. Oké. Handig. Wat willen de mensen nu eigenlijk? Ook wel eens even snel weten. Waar zijn alle attracties? In het park. Meer attracties graag. Het park is heel netjes. We gaan naar kamp. Meer attracties graag. Het is voor mensen wel heel erg goedkoop. 10 cent bovenop. Oh, wacht. Hier kunnen mensen helemaal niet bij. Is dat weer van bullshit? Oh, ik heb niet genoeg geld. Kom op mensen. Kom weer een paar milkshakes. Come on, people. Gimme, gimme, gimme. That money. In a rich man world. I am not thirsty. Of something. Wat ik moet uitspreken. Ja, die achtbaan moet toch een keer komen. Is echt zijn geld waard. Nou, gaan we nog duurder. Ze kunnen mensen een kippetje kopen. Kijkt er iemand naar me? Ik haat je! Oké. Okay. De mensen ook. Ja, vind je het gek. 3 euro kan denk ik ook wel. Kijk, nou maakt dus best een beetje winst. Zijn ze op testen, wat? 3 euro.
Toch, waarom had ik toch zoveel verlies? Heb ik serieus geen monteurs? Nee. Dat is wel heel noob. Kun je nog steeds noobs in deze wereld rondlopen? Maar, in ieder geval, zodra ik met een kwartier bezig ben, dus ik zeg, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!